Yo, yo! Hij gaat vervolgen. Ajax tegen Poaco. Kijk eens, daar staat 0-1 voor Poaco. Oh my god. Ajax strijdt dinsdagavond met Kel Poaco Sloni om een plek in de playoffs voor de Champions League. Ja. Dus ja, kijk eens. Het staat nog 0-1. Het staat nog steeds 0-1. Jezus Christus. Ja. Ja, nee, ik doe NOS. Laten we het doen. Ja, Diego Bisseswar. 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 Ligt Ajax eruit, kijkers? Het zal toch niet waar zijn? Als ik gelijk heb bij kijkers, ik ga de hele dag ik ga juichen. Of had ik het in één keer goed, kijkers? Ja. Ja. Sjoerd van der Raamshorst. Ja, kijk eens. Ik zie dan jullie zo. Kijk, het staat nog steeds 0-1. Kijk eens. Gewoon voor Ajax. Of voor Poak. Voor Poak. Kijk eens, ik ga kijken of ik een livestream kan gaan doen. Aan 1-1 hebben ze genoeg kijkers. Want dat is goed genoeg, kijkers. Oh nee. Oké, kijk eens, dus dat niet. Nee, kijk eens. Oh nee, niet. Nou. Hier, oh, jullie zagen dit. Nou, dan moeten we maar hier volgen, hè? Dat is ook wel goed. Ja, kijk eens. Nog steeds. Nee, de keeper stopt de pen. Oh, penalty! Wordt gestopt! Gestopt! Oh mijn god! Penalty wordt gestopt! Oh, dat is gewoon erg. Ze missen gewoon penalty. Ze missen pen. Pen. Nee. Oh my god. Wie is dat? Wie is dat? Kijk eens, wie is dat? Voetbal International. Oké, dit gaan we doen. Oh. Oké, nou. 1 minuut geleden. Oké, kijk eens. O ja? Lazio denkt, zoekt nieuwe spits en denkt aan Dost. Nou. 2 minuten geleden. Nou, wat gaat er gebeuren? Kijk eens, ik ben zo nieuwsgierig naar wat er gaat gebeuren, anders zie ik jullie bij de rust dan weer. Of bij een doelpunt? Nee, zo is het niet. Oké, een paar seconden geleden. Martinez. Ze staan achter, kijkers. Ze moeten heel snel een doelpuntje maken. Oh, kijk eens, hé. Hey. Een minuut geleden. Een corner. Kijk, een corner, kijk eens voor Ajax. Een corner. Oké, een corner. Een corner. Ja, een corner. Een corner. Een corner. Kom maar lekker mee. Nee, joh. En wat gaat het worden, denk je? Wat denken jullie, kijkers? Wat gaat het worden? Ik denk dat ik wel ga kijken naar de wedstrijd. Moet wel. Oké, kijk eens. Neymar gaat misschien weer terug naar zijn oude liefde Barcelona, maar ik hoop het niet. Ik hoop dat hij naar Real Madrid gaat. Dat zal zo fantastisch zijn. Ah. Oké, blijf 0-1, kijkers. Nou. Dus dan is dit zeker iets de moeite waard. Hier. In Arnhem, in Eindhoven. Oké. Nou, kijkers, dus dat is dan ook. Zeker de moeite van waard. Ja.
Absoluut. Hier, wie is dit? Een sier. Toch in een oude shirt. Ja, maar ja, is rust. Tadic mist. Ja, dat stond de vorige keer. Ja, 1-1! Het is 1-1! Nou, dan zien jullie bij de tweede helft. De tweede helft is begonnen, kijkers van Ajax. Van Ajax. Oké, kijkers, daar zijn we weer. We zijn weer terug met Ajax tegen PAOK. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden. Zal ik kijken, kijkers, voor jullie? Ik zal eventjes voor jullie kijken. Nou, kijkers, inderdaad. Geen dingen. Nou, hoe moet ik hem nou neerzetten, joh? Of zou ik moeten volgen? Ja. Live kijkers. Kijk of we die hebben nog. Oh, kijk eens. Nou, dan moet ik hem maar dan daar volgen, hè? Oké, 47e minuut. Nou, het staat nog steeds. Oké, 48e minuut. Ik laat jullie weten wanneer er een doelpunt valt. Ja, kijkers. En nog steeds 1-1, kijkers. Oh, 55 minuten. Ik heb een beetje een haar of zo. Jacob Biesterswaar in de 23e minuut in Tadic op een penalty afstand werd het 1-1. Hier zaterdag is VV Ajax en dan daarna Sparta Ajax. Jullie denken van waar is Ajax toen? Nou, ik laat jullie het hele speelscherm, ik laat het jullie zien. Nou ja, zaterdag 5-0 tegen Emmen. Hier is Ajax tegen Fortuna woensdag 25 september. Toch? Ja, is waar. Ajax Feyenoord 17 oktober. Lekker als ik ook moet gaan filmen, dan via de bank. Nou, 1-1 nog steeds. Nou, dan zie ik jullie het dan maar later weer, hè. Kijk eens, hij loopt. 52e minuut, oké. Hij loopt in, kijkers, oké. Daar komt hij. Oké, 52e minuut, die loopt in, kijkers. Hier, 3-3 staat het dus. Dus dat betekent dat het uitgoal van Ajax dubbel telt. Dubbel telt. Zaterdag VV Ajax om 7:45. Volgens mij was die 6:30, toen werd 0-1. Nou, ik ga er nu vanuit dat het 06, 07 wordt. Vernedering voor VV. Laat mijn voorspelling weten. Ik zeg ADO Sparta, zeg ik namelijk 1-0 voor ADO. 2-0, 2-0, kijk eens, slechts 2-0. Ik zeg 2-0 ADO. Nou ja, zoiets hoort je dus ook. Nog steeds aan het draaien. Wint Ajax deze, dan gaan ze door. Tegen wie speelt Ajax dan ook weer? Tegen, oh ja, Opel. Nok Casilla, geloof ik, heet dat. Nou ja. Goed, we gaan verder. 53e minuut loopt in. Loopt in. Nog niet gescoord. Nou, dan. Nog steeds hoor. 1-1, kijkers. Ja. Ajax moet het nou afmaken. Oh, ik zie 1-1 nog staan. Sparta Ajax. 1 september. 2:30. Ja, dan moet ik op u. Dan moet ik op Graafschap reageren. Tegen FC Den Bosch. Nog steeds 1-1. Oké, minuut 56 loopt in. Nog hoeveel minuten? 34 minuten. Zo, dat is wel echt heel veel. 34 minuten. Plus extra tijd erbij. Ik verwacht dat ze doorgaan. Kijk eens, ja, denk ook als je lijkt als ze door moeten gaan. Minuut 56, die loopt in. Oké, hij is aan het draaien. Wow, what the fuck? Het levert nog steeds geen goal op. Ik zie jullie later weer. Nog steeds 1-1, kijkers. Come on. Come on. Score nou een keer. Kom op, scoren. Lijkt ook als je vindt dat ze ook moeten scoren. Kijkers, ze moeten gewoon scoren. Wat nou als ik hem zo maak? Nee, dat werkt. 1-1. Wedstrijd 2 van 2. 3-3. Mijn Ribéry. Come on. Hey, is mijn ding nou leeg? Dik advocaat, trainer Utrecht. Ja, nog steeds trainer Utrecht.
60ste minuut. Nog 30 minuten te gaan. Ik weet niet of ik die 30 minuten inhaal, maar ja. Ik moet even kijken. Ik moet sowieso even kijken, joh. Dat zou ik echt niet meer weten. Oké. Hij draait nog steeds 0 of 1-1. Dit is goed genoeg. Oké. Krijg hem dan nog niks te horen? Amsterdam voetbalclub Ajax kort tegen AFC Ajax. Of gewoon Ajax. Zo. Sinds het begin van de 19e eeuw. Of 20e eeuw. Want we zitten nu in 21e eeuw. Ja. 19 jaar van de 21e. Ik heb wel wat mooi meegemaakt. Zoals mijn oude kanaal ook. Blijft nog steeds 1-1, kijkers. Ik heb gewoon het gevoel dat het 1-1 blijft. Wedden, kijkers. Zie ik jullie dadelijk nou weer? Mooi, is goed. Ben je het samen? Nog steeds 1-1. Nog steeds 1-1, kijkers. Oh, zo. Zo, dat is knap. 11 minuten. Ja, ik neem deze even. Want deze is beter. Oh. Oké. Okay. Is goed. Nee, is goed. Hier, Nico Sao. Utrecht ging nou uit tegen Sierinski. Lijkt de video die ik had geüpload over FC Utrecht en Sierinski. Hé, hey. Oh ja, we staan in minuut 65. Zo. Kom op, kijkers. Ik ben er nou een beetje klaar mee, hoor, kijkers. Met het oude gedoe. Ik wil eerst even mijn video afkijken. Het staat nog steeds 1-1, kijkers. Nog steeds 1-1. Tussen Ajax en Paok. Nou ja. Oh, minuut 70, kijkers. Nog 20 minuten te gaan, kijkers. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ik word een beetje zenuwachtig, hoor, kijkers. Oh, 52%. Oké. Winkans niet beschikbaar. Oké. Wow, what the fuck. Oké. Okay. Er komt een treffer van Martinez. Nou. Oké, okay, mensen. Ja, mensen. Het is toch ongelooflijk. Oh, we gaan de laatste minuten in. Oh my god. Ik ben nou een beetje zenuwachtig aan het worden, kijkers. Nog steeds geen goal. Fuck dat. Fuck dit.